Hallo iedereen. Welkom bij Ripse.website. We gaan eens kort laten zien wat de kracht is van Ripse.website. Hoe je snel een eigen website kunt opzetten. Of een blog, of een webshop. Heel, heel gemakkelijk. We gaan dat nu laten zien in deze kleine video. Dus in 120 minuten kan u een professionele website bouwen. Je kan 14 dagen gratis proberen. En belangrijk, Ripse is volledig Nederlandstalig. Bespaar geld en tijd, want bij ons zit alles erin. Verkooprechters, blogs, lidmaatschappen, e-commerce en een volledig CRM. En binnenkort ook nog een volledige nieuwe module, het versturen van nieuwsbrieven. Heel belangrijk, je kan verschillende abonnementen nemen. Bij ons zit alles in één abonnement. Dus ook nieuwsbrieven kan je binnenkort met ons Ripse-systeem versturen. Ofwel bouw je zelf je website, je kan 14 dagen gratis proberen. Of did it for you, dan doen wij het. Dan ga je gewoon de juiste keuze aan. En dan nemen wij contact met u op en dan maken wij volledig uw website zelf. Waar je achteraf dan ook nog zelf bepaalde zaken of praktisch alles kan wijzigen. Je kan ook met ons rechtstreeks chatten. Je kan ons een mail versturen, maar je kan ook een videomeeting met Ripse inboeken. Zodanig dat wij op de afgesproken uur en dag eventjes een half uur of een uur met uitleg kunnen bijstaan. Rechtstreeks in een videomeeting waar wij laten zien waar je problemen hebt en dat we die samen oplossen. Je hebt de volledige controle over je website. Je kan slepen en drag and drop doen. Ik kan hier nog veel uitleggen, maar ik ga het laten zien hoe dat het werkt. We gaan gewoon een test, 14 dagen gratis. Dan kies je een website, webwinkel of een landingspage. In dit geval gaan we een website kiezen. Dan kies je hier een website die u aanstaat, bijvoorbeeld Your Bar. Bekijk, je kan die eerst bekijken. Ah, is dat iets voor mijn zaak? Ja, dat ziet er oké uit. Begin met deze template. Vind je hem niet goed, dan kan je nog altijd kiezen voor een andere template. We gaan aan de slag met deze template. Je vult je naam in, je e-mailadres en een wachtwoord. Ofwel laat je dat kiezen door je computer, ofwel kies je er zelf in. En dan eventueel ook uw telefoon, dan kunnen wij u steeds contacteren. Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden. Bewaar wachtwoord of niet, en dan kan je inloggen. info@ripse.one hebben we in dit geval gebruikt. Links heb je uw kleine bar voor alles in te stellen, bijvoorbeeld op design. Kun je naar tekststijlen gaan. Je kan dus een lettertype gaan kiezen voor uw website. Als je zegt van ja, mijn lettertype staat er niet bij, dan kan je ook een voeglettertype toe. Dan krijg je een hele waslijst aan lettertypes die je kan kiezen. Best dat je er één kiest en één duidelijke voor een website. Dan het kleurenpalet kan je kiezen. Je ziet, je hoofdkleur is reeds ingevuld. De secundaire kleuren kan je zelf kiezen. Heel simpel, daarop duwen. Ofwel je code hier ingeven, ofwel de kleur aanduiden. En dan bevestigen. Dus, we hebben een groentehal. Dus, hier kan je tekst plaatsen. De groentehal gaan we nu gebruiken. Je kan een mail opbewerken voor Facebook, Twitter of Instagram of een andere sociale media. En je kan uw menu hier gaan bewerken. Je kan ook eventueel een online booking module eraan hangen. Dat zit ook inbegrepen bij Ripse website. Dan ga je hier welkom toe. Bijvoorbeeld gaan we veranderen. Welkom in Amsterdam. Bij, en dan ga je de volgende regel en ga je klikken de groentenhal. Dus dat is al allemaal voorgeprogrammeerd. Je hebt gewoon je tekst te wijzigen. De plaats om verse groenten te kopen.
Voilà. In feite is er al een vijfde gedaan van uw website. Zeg je, een tafel reserveren doen we niet. Dan ga je daar gewoon op klikken. Je ziet hier een vuilbakje staan. Je kan ook bewerken. Je kan die titel wijzigen. Bestel uw groenten online. Je kan een icoontje toevoegen. En je kan daar een link aan geven. Dus als je daarop klikt, ga je automatisch krijgen de pagina, boeken table. Je kan dan in de andere pagina's gaan kijken en dan openen in hetzelfde tabblad of in een ander tabblad. Je kan de winkel toevoegen, een externe link, ankerpunt, dossier, pop-up, e-mail, telefoon. Het kan niet simpeler zijn. Maar je kan ook gewoon zeggen van, goh, jammer, die button gaan we niet gebruiken, gaan we wegdoen. En dan slaag je gewoon op. Je kan ook een preview doen, links van onder kan je gaan kijken. Je kan het ook weergeven in een nieuw tabblad. En dan kan je zien van goed, ja, hey, zit dat goed. Je ziet hier ook een divider, een mooie lijnstructuur die je kan instellen. Dat doe je via de blok. Dus de website bestaat uit één blok en dan heb je kolommen. Je kan één kolom maken, je kan twee kolommen maken, je kan drie, vier en vijf kolommen maken. De blok kan je ook hier weer aanpassen naar verpakt, volledige breedte, normaal, volledige hoogte. Dus probeer het gewoon uit. Het is heel simpel om aan te passen. Dan zijn we hier toegekomen aan een foto. Dan kunnen we de foto's gaan bewerken. Voeg een afbeelding toe. Dan komen we in de fotomap. Dan gaan we een map toevoegen. Bijvoorbeeld groenten. Of groenten 2021, naar gelang. Ik stel altijd voor, zitten in makkelijke mappen, dat je alles terug goed vindt. Zet je in een volgende jaar, maak je nieuwe foto's. Zet het dan in foto 2021 bijvoorbeeld. Nu staan er nog geen foto's in, dan kun je een bestand gaan uploaden. Je kan hier klikken een bestand uploaden. Dan gaan we automatisch naar een map gaan. Kan je op je computer gaan zoeken. Maar we hebben hier een map klaarstaan. We hebben hier foto's van allemaal wat fruit en groenten klaargezet. Dus je kan die gaan selecteren. En je sleept die gewoon naar het venster dat open staat waar alle foto's gaan inkomen. Dus hebben we hier alle foto's. We kiezen daar. We gaan eventjes wachten tot het upgeload heeft. We gaan deze foto kiezen. Dan klik je daarop en dan doe je selecteer. En dan ga je zien, dan krijg je deze foto. Deze foto kunnen we wegdoen. Deze foto gaan we ook wegdoen. Maar we gaan nog een afbeelding toevoegen. Deze en deze. Voilà, dan hebben we er vier foto's in staan. En dan bijvoorbeeld lekker fruit. De groentenhal. En dan kan je daar nog tekst gaan invoegen. En we hebben hier widgets staan. We hebben bijvoorbeeld de titel dat je kan slepen, tekst, knop, een button. Een blok kan je invoegen, icoonsectie, een icoon, beeld, menu, voortgangsbalk. En noem maar op, je kan een winkel invoegen, een boekingsmodule, een galerij, slider, sociale media. Het is heel, heel eenvoudig. Hou er u een kwartier mee bezig en je weet hoe het lukt. Stel je voor, we gaan een knop hieronder aanzetten. Dan zie je die blauwe lijn, dus daar komt uw knop te staan. Dus je sleept gewoon uw knop naar de juiste plaats. Dan gaan we hier zetten meer info bijvoorbeeld. En dan kan je ook weer die link gaan toevoegen. Wat zien we hier ook? We krijgen ineens de button met de hoofdkleur. We kunnen die button ook gaan aanpassen. We gaan, kunnen die bijvoorbeeld met ronde hoekjes maken. Als je die op 10 pixels zet, je kan de randgrootte wijzigen. Je kan schuif de kleur naar rechts, bijvoorbeeld glow and shadow. Dan doe je opslaan. Dan ga je terug naar die pagina die je aangemaakt hebt. Ga je dit toe wijzigingen zien. Zie, glow and shadow. En gaat de knop automatisch ietsjes vergroten. En nu hebben we al twee vijfde van onze website gedaan. Nagelang welke inbouw dat je wilt plaatsen natuurlijk. Hier kunnen we ook nog weer een andere titel. Bijvoorbeeld eet meer groenten.
Oeps. En nog niet goed. Oeps. De groentenhal is de place to be. Hier heb je je tekst, kan je tekst invoegen, hier kan je weer een foto gaan bijwerken. En we gaan opslaan, we gaan naar de scherm vernieuwen uiteraard. En zo gaan wij verder naar beneden. Stel je nu voor dat blauw of dat appelblauw zeegroen. Je wilt dat in de kleur van uw handelszaak, dan klik je op blok. Je ziet hier de achtergrondkleur en dan ga je hier de hoofdkleur kiezen. En bij de volgende blok doe je dan juist hetzelfde en kies je de hoofdkleur. Opslaan, naar de andere pagina gaan, verversen en het is klaar. Dan zie je hier bijvoorbeeld, dat is een kolom, dus dat blauwe is een blok, dat is een kolom en die kolom die staat nu voor een deel over de lijn. Dan gaan we naar die kolom, dat is die kolom, we gaan daarop klikken en dan gaan we kunnen spelen bijvoorbeeld die kolom naar boven brengen. We gaan opslaan, je kan direct naar het resultaat gaan kijken en dan zie je dat de kolom hoger staat. Dus je kan daarmee gaan spelen. De tekst staat er nu achter, geen probleem. Dat gaan we dan ook oplossen. Dan brengen we gewoon de tekst naar beneden. Gewoon verslepen, opslaan, naar uw pagina gaan en je ziet direct het verschil. En waar staat onze tekst? Mooi gecentreerd bovenaan. We zitten met twee blokken, eentje in de volledige oppervlakte en eentje dat er uitspringt. En zo kun je verder en verder gaan. Maar je kan natuurlijk ook zelf gaan bouwen. Stel je nu voor, we gaan zelf bouwen. Dan gaan we hier bijvoorbeeld hier een blok toevoegen. Komt er automatisch op. Je gaat erop klikken en we hebben verschillende blokken klaarstaan waar je uit kan kiezen. Je kan diensten kiezen, oproep tot actie. Stel je voor dat je nog wat tekst erbij wilt. In kolommetjes, zes kolommen, meerdere kolommen, drie naast elkaar. Bijvoorbeeld afbeeldingen tekst, dan kunnen we dit gebruiken of we kunnen dit gebruiken. We gaan dat invoegen, gaat dat automatisch invoegen. Als je opslaat en je gaat terug naar de vorige pagina en je refresht, dan ga je zien dat we nu die drie blokken hebben. Dan moeten we die gaan aanpassen, dan ga je naar kolom, want deze foto's staan in de kolom, dat zie je hier. We gaan dat wegdoen en we gaan bijvoorbeeld deze kom zetten. Voilà, en dan gaan we opslaan, we gaan vernieuwen en dan zie je dat de foto daarop staat. Zo simpel is het. De foto is ook direct aangepast aan de grootte, zoals de andere foto. Dus je moet niet gaan sukkelen en weet ik wat doen. Het is aangepast aan dezelfde grootte als daarnaast. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen van hoe we gaan een lege blok toevoegen, hier onderaan. Dan hebben we een lege blok. Je zet die kleur bijvoorbeeld ook in je basiskleur. Dan gaan we naar de widgets. Dan gaan we een beeld toevoegen, we slepen, je ziet die blauwe lijn, je laat los en dan ga je je beeld zoeken. Bijvoorbeeld gaan we hier de groene appels nemen en de groene appels zijn ingevoegd. Dat is een kleine foto, je kan bewerk foto strekken indien nodig, kan je de foto strekken. Dan kan je de foto vergroten. Oeps. Dus je kan de foto vergroten. Je kan gewoon met slepen heel je website mooi maken. Hier hebben we een rand van 1,5 cm. Hier willen we dat ook. Gewoon een beetje verslepen, dat je mooi in het midden staat en opslaan. Natuurlijk kan je ook nog een blok toevoegen. We gaan voor een lege blok. We gaan die lege blok vullen met een foto. We gaan er een mooie foto uit kiezen, deze bijvoorbeeld met appeltjes.
En dan gaan we een parallax effect invoegen. We gaan de parallax snelheid helemaal naar links zetten. Altijd een afbeeldingsomschrijving invoegen. Heel goed voor uw CO uiteraard. En dan ga je uw blok kunnen vergroten. Zie je? Of je gaat die kunnen verkleinen. Alleen maar slepen, beste vrienden. Alleen maar slepen. Eenvoudiger kan het niet zijn. Je kan Ripse.website 14 dagen gratis proberen. Zonder creditkaart in te vullen. Gewoon gratis proberen. En het is een ongelooflijke resultaat dat je gaat krijgen. We gaan naar de pagina kijken. We gaan refreshen. En gaan zien wat we al toegevoegd hebben. We hebben hier 3 blokken toegevoegd. We moeten gewoon de tekst nog wijzigen. We moeten de battles wijzigen. We kunnen de animatie van de battles wijzigen. Dan hebben we daar juist de appels toegevoegd. Je weet wel, de Yoma Gold van de Aldi. En we hebben de parallax. Kijk eens hoe mooi. Mensen scrollen. Ga naar omhoog. En krijgen die 3 mooie appels te zien en scrollen verder. Op 1 minuut, op minder dan 1 minuut, brengen dat in orde. Stel je voor van goed, we hebben hier 1 foto, we hebben hier 1 kolom. Je klikt daarop en gaat zien, je hebt hier 1 kolom. Ah, maar wij willen naar 2 kolommen gaan. Dus klikken we op 2 kolommen. We kunnen ook zeggen plus. En we gaan nog een kolom bijmaken onder de bovenste kolom. Maar deze kolom kunnen we ook naar beneden steken. Zie je? Dus dan kun je dan weer, laten we zeggen, nog wat tekst bijzetten. Die tekst die kan je uiteraard ook weer wijzigen. Zoals hij in Word wijzigt, naar wit of naar een andere kleur. Je kan die volledig centraal zetten. Dan zie je hier weer dat blauw streepje, want die tekst staat te kort tegen die appels. En opslaan. Nu naast die appels gaan we nog een tekstje zetten. Nu is de tekst inderdaad donker gekleurd. Dat kunnen we aanpassen hier. Dan gaan we eerst eventjes opslaan. In ons design gaan we naar het kleurenpalet. En dan de hoofdtekstkleur kan je zeggen van ja, maar wij gaan altijd wit gebruiken. Wijzigingen opslaan. Een titel kan er ook nog bij. We gaan een titel nemen. We gaan die erboven slepen. En ook in de juiste kleur zetten. Die titels, dat is ook weer bij design. Waar je de tekst stijlen. Dan kan je dus zeggen van goed, dat moet een witte kleur zijn, die titel. Zie je? Deze titel gaan we ook in een witte kleur zetten. En die titels kan je ook weer gaan kiezen. We gaan eventjes bevestigen. En dan zien we dus het resultaat. Die titel die gaan we selecteren en gaan we in het midden zetten. Dus werken zoals je wilt. Die tekst is te groot. En we gaan opslaan. Dan kan je ook direct controleren. Hier links onderaan. Van hoe zit het in mijn telefoon weergave in de smartphone en dan kan je zien dat alles mooi uitkomt en indien het niet uitkomt hebben we daar ook weer een oplossing voor. Je kan bijvoorbeeld ook columns, we hebben hier 2 columns gemaakt, een omgekeerde volgorde doen, zodat de tekst bovenaan komt de foto. Als we nu het omdraaien komt de foto eerst. Even opslaan. Maar je kan ook als je 2 kolommen of met 3 kolommen werkt. We gaan eens kijken naar die marketing en ads. Ja, daar zit nu een ruimte tussen. Maar je kan, moest dat een probleem geven, dan hebben we hier een oplossing voor. En dan is dat een spatie dat we daar gaan toebrengen. En die spatie gaat dan ook zorgen dat er een mooie ruimte tussen komt. We gaan die nu eventjes verwijderen. Heel simpel. Onze website is in feite al zo goed als gemaakt. Uw teksten heb je liggen of ben je een oude website aan het omzetten. Geen enkel probleem. U kan doen wat u wil. Als je een nieuwe pagina wil, dan ga je naar pagina's, dan zeg je goed, voeg een nieuwe pagina in. Maar je kan ook zeggen van goed, mijn homepagina, ga ik hier op die 3 stippenlijnen dupliceren. Dus we gaan die
dubbel maken en van daaruit naar een tweede pagina gaan. Stel je nu voor, ik ga die dupliceren, die pagina gaat opengemaakt worden, dan ga ik uiteraard tooninstellingen en dan ga ik die veranderen naar aanbod bijvoorbeeld. En dan de link naar de website wordt ook aanbod. Dat zit in de pages, openbaar, perfect. En dan hebben we onze SEO. Hè? Dus dan gaan we ook hier weer de pagina vernoemen. Wat hadden we genomen? Het aanbod, sorry. Aanbod. En dan ga je verder. Dan schrijf je daar verder tekst bij. Je ziet nu hier een oranje lijn. Je schrijft verder tekst bij. Tekst, totdat dat in het groen komt. En dan zegt de SEO, goed, het is in orde. SEO, dat is vooral voor je website goed te laten vinden in Google en andere zoekapparaten. Bij de meta-omschrijving is dat juist hetzelfde. Ga je nu bijvoorbeeld nog verder, dan gaat dat groen veranderen in rood. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk, want Dan wordt het niet goed opgenomen door de zoekmachines. Dus rood mag niet. Het moet in het groen blijven. En dan kan je weer een afbeelding toevoegen. We hebben nu geen logo. We gaan dit als afbeelding gebruiken en opslaan. Dus die afbeelding is ook goed als ze u zoeken bijvoorbeeld of u uw link doorsturen in de sociale media, gaan ze ook direct die link naar die appel krijgen of naar uw logo. Dus meestal zet je uw logo daarin. We hebben nu een pagina aangemaakt. Je hebt natuurlijk ook gezien, doordat we een thema gekozen hebben, hebben we daarom ook andere pagina's in. Als jij een bepaalde pagina niet wil gebruiken, gewoon op je drie puntjes duwen en verwijderen. Simpel. Meer moet het niet zijn. We gaan ons menu wijzigen. Dat menu dat blijft op iedere pagina hetzelfde. Dan ga je hier naar bewerk. Hier zie je dan de verschillende menus staan. We gaan die wegdoen. We gaan het menu wegdoen. En we gaan dat wegdoen. Maar we gaan een menu item toevoegen. En dat is ons aanbod. Dat is die pagina die we daarnet hebben aangemaakt. En dan komen we in aanbod en automatisch staat het hier mee. We gaan opslaan. Als we naar de andere pagina gaan, dan ga je ook zien van dat het menu hier aangepast is. Simpelweg, dat is op 120 minuten maak je een website. Het is ongelooflijk. Het systeem is gewoon drag and drop. Als je dan eventjes naar de prijzen gaat kijken. Ik ben weg met mijn website. Eventjes naar klikken. Als je dan gaat dus proberen gratis, je hebt ook een prijzenoverzicht. Je hebt reeds een website vanaf 9,50 euro, een handelszaak start 16,50 euro. En heel belangrijk, er is ook een domeinnaam inbegrepen bij een jaarabonnement. Dus je kan dat ook maandelijks, dan is het iets duurder, jaarlijks. Je kan naar zakelijke en e-commerce formules gaan. Hier heb je dan bijvoorbeeld in deze formule tot 25 producten, tot 100 producten. En in de website Pro en Webwinkel tot onbeperkt aantal producten. In elk programma zit er een blog in. Er zit de statistieken, de tracking in, de SSL is inbegrepen. En heel belangrijk, vele beloven van we helpen je wel, dan moet je een mail sturen, dan moet je urenlang wachten. Ons kan je altijd bereiken bij Ripsen, telefonisch of per mail of via de chatbox. En dan proberen wij zo snel mogelijk u een antwoord te geven. Maar wij gaan graag ook met u in gesprek door eventueel te klikken op onze video meet met Ripsen. Daar maak je dan een afspraak. Dan kom je automatisch op deze link en dan gaan wij daar elkaar ontmoeten. Je hebt voor in te schrijven, je kan 14 dagen proberen, je hebt geen creditcard nodig. Gewoon je e-mailadresje meegeven en uw naam, de info van uw zaak meegeven en alles komt automatisch in orde.
Riep zijn webdesign, wij doen het ook zelf, zeg je van ja, mij niet gelaten, ik heb daar geen tijd voor, wat ik begrijp, want daar zijn er velen die liever met hun zaak bezig zijn, dan hebben wij alles in huis om zelf uw website te maken. Dus hier zie je enkele referenties, wij werken samen, wij zorgen voor uw e-mailadres, ook in de, als je het zelf doet, zorgen wij voor uw e-mailadres, dus het is allemaal inbegrepen. Als we nog eventjes naar de homepage gaan. Dus wij doen alles in samenwerking met u. Voor de prijs moet je het niet laten. De service krijg je erbij. Dus welk pakket dat je ook boekt, ook al is het nog in een proefversie, dan doen wij zelfs gratis u helpen om u verder op weg te helpen. Dus je hebt de premium pakketten, dus de zakelijke e-commerce en je hebt binnen zijn korte keren een knappe nieuwe website. Het verbinden met je website is ook weer heel makkelijk. Je gaat naar de website instellingen. Hier kun je dus ook nog je favicon en sociaal delen invoeren, dus de afbeelding van sociaal delen. Je kan taal en tijd instellen. Het kan in het Nederlands, maar het kan ook in andere talen. De cookie en privacy kan je aanvullen, de toepassingen, je kan een applicatie toevoegen, je kan Mailchimp gaan connecteren, maar binnenkort hebben wij ook onze eigen nieuwsbriefmodule, dus dan heb je geen Mailchimp nodig, ook al zit je met meer dan 1500 leden of zo. Alles is mogelijk. Je kan je e-mailserver aansluiten, maar je kan ook je domein koppelen, heel simpelweg. Verbind een bestanddomein, je vult je domeinnaam in, bijvoorbeeld ripse.one, domein verbinden, uiteraard die hebben wij al geconnecteerd, ons systeem ziet dat en zegt van ja maar je kan er geen twee websites op draaien, dan gaan we BE doen. En dan ga je zien dat met je aanbellen domein providers, dus dan moet je gewoon één DNS-instelling wijzigen. Dat is een A-rekordje en dat is gewoon verwijzen naar dit IP-adres. Heel, heel simpel, meer moet je niet doen. Ik hoop dat het interessant was. Ik wens u veel geluk met het maken van een website. Ik zou zeggen, op het einde van deze video komt er een button of druk gewoon van bezoek website. Ik probeer het 14 dagen uit. Er hangt niets aan vast en je gaat zien hoe makkelijk dat allemaal is. Maar wij maken ook uw website. Als je wil, maken wij hem en we maken er een heel knappe van. Als je meer info wil, altijd welkom bij ripse.website. Bye.